Goedemorgen SG Stratum bespreekt met Els. Er dreigt deze zomer een tekort aan huisartsen in Eindhoven. Veel artsen gaan op vakantie en het is lastig om vervangers te vinden. Strooms, de organisatie die moet zorgen voor vervanging, is met spoed op zoek naar invallers. De organisatie werkt met 100 huisartsen voor 200 mensen in Eindhoven en Randgemeente. Volgens Strooms bestaat de kans dat er komende zomer onvoldoende invallers beschikbaar zijn. Er zijn nog vijf weken om het tekort op te vangen. Als dat niet lukt, moet er naar andere oplossingen worden gezocht. Welke dat zijn, is nog niet duidelijk.